inoculatie is een hele specifieke techniek. Er wordt vaak verward met brainstorm, maar het is echt iets anders. Een inoculatie gaat over het versterken van probleemoplossend vermogen van mensen. Dus niet alleen maar brainstormen over een oplossing voor een huidig probleem, maar ook echt mensen leren om op een andere manier met obstakels en problemen om te gaan. Het grote verschil zit er ook in dat je echt goed kijkt naar wat is nou het obstakel wat mensen zelf ervaren, zodat je met elkaar aan de slag kan om zoveel mogelijk oplossingen te vinden. En dat dan degene die het probleem in heeft gebracht ook eigenlijk alleen nog maar hoeft te kiezen, hey, van al die oplossingen die we met elkaar hebben bedacht, dan is deze degene die ik ga uitvoeren. Dat maakt ook dat je dus heel anders gaat kijken naar problemen, omdat je op die manier ook het vertrouwen neerlegt, hey, voor elke probleem zijn er een heleboel oplossingen. De uitdaging is om die te vinden die bij jou past.